Ik ben Khalid en met Mohammed. We zijn vandaag Gouda Mannen, Amsterdam West. Wij zijn in ons dorp bij Wildermann Station. En wij komen hier om een fietsbrigade te filmen. Fietsbrigade is een stichting die hulp biedt aan bewoners die hun woning slecht geïsoleerd is. Om hun woning zeg maar zuiniger te maken. Het scheelt ongeveer 300 tot 1200 euro per jaar. We zijn nu binnen een brigade kantoor. En we lopen even bij het koffieapparaatje. Ik zie de leermeester Akram mee bezig. Dus Akram, wat ze gaan vandaag doen als een fietsbrigade? Vandaag hebben we een uitvoer bij een huis. Waar we gaan het huis isoleren. De kozijnen, deuren en ramen. Ja. En zuinige lampen vervangen. Nou, we gaan nu Akram volgen. Akram, zweer. Oh, dit is het magazijn van de fietsbrigade. Alle die mooie spullen. Het ging met lampen, een paar lampetjes. En nog folie, aluminiumfolie, isolatie. Dus Akram, als ik kan even vertellen, wat heb je hier? Nou, als je ziet, we hebben ketten voor kozijnen en ramen. Ja? We hebben brievenbus. Ja. Met zwarte haren. Aluminium tape. Aluminium voor de radiatorsfolie. Ja. En de tochtbanden. Dan komen we bij de deuren en ramen, okay. Zodat het toch niet... Dit is de banden, bij de deur of... Hier hebben we die lampjes. Zijn allemaal leds of zo? Dit zijn allemaal leds. Allemaal zuinige lampjes. En eigenlijk, wat denk je, als gebruik ik zo lampjes bij mij thuis, dus bespaar ik wel een beetje wat geld of zo in het einde van het jaar? Een ledlamp is de zuinigste die er bestaat. Sommige ledlampen verbruiken 1 watt. En dat is heel weinig. Dat is bijna niks. En eigenlijk moet ik van jullie kopen als je komt bij mij een zonlamp. Dan moet ik zelf kopen? Of dat, nee, dit krijgt u allemaal dit gratis. Dit krijgt gratis? Deze klant hier krijgt alles gratis wat op er staat. Plus het werk. Het is allemaal gratis. We helpen mensen graag. Als mensen hebben stadspas met groen streep of u verdient minder dan 2400, dan kunnen we gewoon aanmelden bij ons. Dan komen wij gratis voor u doen. Hoeveel mensen zijn jullie eigenlijk? 3 filialen. Oost, Nieuw-West en Noord. In Nieuw-West ben ik de leermeester en ik heb 3 leerlingen bij. Leerlingen komen oefenen bij ons om te leren kitten, radiatorfolie achter te plaatsen, lampen vervangen en ook met elektra te werken. We zijn hier met u meegekomen. We gaan hier wel even filmen terwijl je bezig bent met deze traject. We gaan mevrouw wel even horen, haar stem, zeg maar, wat ze vraagt en wat ze wilt vertellen. Ja, alleen mevrouw wil niet op beeld komen. Ja, dus nee, daar dus houden we wel. Mijn stem kan wel, maar mooie stem mezelf niet. Ja. Maar ik ben blij dat dit gebeurt. Ik ga over mijn toeren als ik ook op het journaal zie. En ik, mijn god, ik ben ook gaan kijken op mijn afschrift. Dan denk ik, ja, jeetje. Wat wordt het straks? Hou ik iets over te eten of niet? Want de huur is al zo hoog. En de energie komt er al. Dan hou ik niks meer over. Ik merk het nu al dat het koud begint te worden. Dan denk ik, ja, het begint nu al. Ik moet gaan stoken straks. En proberen niet aan te zetten. Dan denk ik, nee, ga maar met mijn dekens zitten. Sokken aantrekken, vestje aandoen. En ik ben nu thuis, dus ik ben gepensioneerd. Maar gezien mijn pensioen is het niet zo breed. Nee. Mijn pensioen is een beetje smalletjes. Ja. Dus denk nou, alle hulp wat ik kan krijgen, wil ik aangrijpen. Misschien had u deze hulp al een tijd terug, of al jaren terug al moet nodig. Ik kon nergens. Ik wist niet waar. Ik wist niet waar ik naartoe moest. Dat was het punt. Waar moet ik heen? Bij wie moet ik aankloppen? En nu eigenlijk met dit probleem met de hoge prijzen van de gas, ik denk het nu zit gat in de markt, denk ik. Dus tot nu toe hebben jullie veel klanten of zo. Hoe is iemand die heeft zo'n probleem thuis? Hoe kan eigenlijk in contact komen met jullie? Ja, we hebben flyers eigenlijk verdeeld. We kunnen ook ons terugvinden bij de website, ja. Fixbrigade of jungleamsterdam.nl.
Dan kun je je aanmelden of telefonisch nummer, ja. Kun je een afspraak maken. Dan komen wij een opname ja. voor. Ja. Gaan we kijken wat is aan de hand. Dan gaat het goed worden. Ja, dus Akram, ik zie dat jullie gewoon zo een mooie werk en nog moest bij mensen. En eigenlijk, jij zal nog eens een fixen. Hoe vind jij eigenlijk? Vind je een beetje, wat jij doet eigenlijk, ik zie gewoon, het ligt gewoon, het is een soort, het is meer hulp eigenlijk bij de mensen. En ja, ik help mensen graag en bij deze baan, dat doe ik al elke dag. Oh, dus deze werk is echt leuk. Oh. Om mensen te helpen. Elke dag zie ik nieuwe mensen. Dan kom ik binnen, dan krijg ik koffie, thee. Kan ik met de klanten bespreken wat gaan we doen. Ja. Hoe hebben ze leven in het gebouw, in het woning. Ja. Hebben ze problemen, hoe kunnen we dat oplossen? Ja. Kunnen ja. we van de klant wel iets betekenen? Ja. Dus dat vind ik hartstikke leuk. Dus ook het zijn zeker tevreden klanten? Ja, zeker tevreden klanten. Oh. Kijk, zoals mensen zoals ik, die zullen nog meerder zijn. Die zullen dan echt een springen van blijheid. Zeg, hè, het wordt deze winter iets minder koud. Dus ja, ik duim. Ik duim dat het goed komt.